zijn hier op het Museumplein. Hier is een nieuwe skatebaan geplaatst. Hij is nu helemaal klaar. Je ziet het is nu droog. Er zijn een hoop mensen aan het skaten. Het is een onwijs fijne mini-ramp. Hij is een stuk breder. Deze baan is 15 meter breed. En er zitten wat extra's en wat toeters en bellen aan. Dit is een zogenaamde spine ramp. Dat betekent dat er twee banen tegen elkaar aankomen. Dan heb je eigenlijk twee keer zoveel combinaties. En dan kan je veel meer dingen doen. Can I kick it to all the people who can quest like a tribe does? Before this, did you really know what I was? Comprehend to the track force. Why? Cause getting mentions on the tip of the vibe was. Rock and roll to the beat of the funk fuzz. Wipe your feet really good on the rhythm rug. If you feel the urge to freak, do the jitterbug. Come and spread your arms if you really need a deze baan is eigenlijk verder dan de vorige, want die was een stuk smaller en ook veel hoger. Dus ja, al die kids en zo, die konden er eigenlijk helemaal niks op. Dus we zijn toen die oude baan werd geplaatst, zijn we gaan praten met de gemeente. Zo van, jongens, dit is echt niet waar je ons blij mee maakt. En praten, subsidie geregeld, nog meer praten. En na een aantal jaren overleg staat deze skatebaan er nu. En hij is vet. High like a dove. Vanuit heel de wereld die kwamen hier zomers naartoe om hier gewoon te hangen en te skaten. En namen als Tony Hawk en noem ze allemaal maar op, Bucky Lessig, Wade Spear, die waren hier allemaal helemaal los aan het gaan, weet je wel. Zomers, muziekje erbij, demonstratie, het plein stond helemaal vol. En ook daarnaast, het was echt de hotspot van Amsterdam, weet je wel. Hier kon je altijd naartoe gaan, waren er altijd mensen om mee te skaten, om daar vandaan weer misschien naar een andere plek te gaan. Museumplein Amsterdam, vraag een oude skater en hij heeft geheid verhalen, weet je wel. Legend. En gaat het hier weer worden? Komen die tijden terug, denk je, met deze nieuwe... Ja, ik weet wel zeker dat een hoop mensen hier nog een hoop herinneringen zullen gaan maken en een hoop legendarische verhalen gaan creëren. Ja, zeker. How do you say? A tribe called Quest. Can I kick it? I was waiting for that last comment.